Ik ben Jasper en ik ben technisch eindverantwoordelijke bij Haarlem Dakkenbouw. Haarlem Dakkenbouw werkt iedere dag op hoog niveau. Maar wie zijn eigenlijk de specialisten achter al het werk? Jasper, wat zijn jouw dagelijkse werkzaamheden? Binnen deze functie stuur ik ingenieurs aan. Deze modelleren, engineeren en tekenen alle opbouwen. En daarnaast heb ik te maken met hoofd prefab. En die is verantwoordelijk voor alles wat er hier binnen de hal gebouwd. En daar voer ik de controle over uit. Kun je iets specifieker vertellen wat die controle inhoudt? Ten eerste heb je dat het heel belangrijk is dat wij altijd voldoen aan de laatste eisen binnen de bouwwereld. Dus dat wil zeggen bijvoorbeeld de brandklasse of de geluidswerend, de isolatiewaardes. Daar moeten wij altijd aan voldoen. Dus daar heb ik een controle over. Daarnaast is er een controle dat de manier van bouwen en de manier van in elkaar zetten. Geen één opbouw wordt op dezelfde manier in elkaar gezet. Dus de volgorde daarvan is heel belangrijk. En dan uiteraard natuurlijk de maatvoering. Hetgeen wat wij op in de computer zeg maar engineeren. Dat moet één op één gebouwd worden in de hal. Anders dan gaat het niet in elkaar passen. Maar hoe zorg je er dan voor dat het wel altijd past? Nou, daar hebben wij een hele geavanceerde methode voor. Wij doen dat door middel van een point cloud. En een point cloud is eigenlijk een scan van de bestaande situatie, dus het hele huis. Dus het huis wordt gescand op locatie. Dat zetten wij in de computer en daardoor weten wij één op één wat de bestaande situatie is. En na die 3D-scan kan je beginnen met bouwen? Niet helemaal nog, want je hebt altijd zeg maar de scan is om te weten wat de bestaande situatie is. Daarnaast heb je altijd zeg maar, de eisen van de constructeur nodig, van wat mag er constructief toegevoegd worden. En je hebt uiteraard natuurlijk altijd de eisen van de gemeente die ze hebben gesteld aan het verlenen van de vergunning. En die drie samen zijn voor ons eigenlijk de lijndraad voor wat wij gaan engineeren. Oké, dus op die manier kan de klant ervan uitgaan dat het altijd past en voldoet aan alle normen. Ja, en dat komt met name omdat wij uit al onze ervaring hebben wij een bibliotheek opgebouwd. Dus eigenlijk elk type wand hebben wij wel een keer de revue gepasseerd. En wij zoeken eigenlijk altijd de combinatie van binnen onze bibliotheek om het gebouw zeg maar, op de juiste manier te engineeren. En al onze wanden die voldoen altijd aan de laatste eisen binnen de bouwwereld.